En alle mensen van Dutch Game Nation, welkom bij Pokémon Silver. We gaan verder. Vorige aflevering waren wij hier gestopt, omdat wij alvast de gym in Fuchsia City gaan doen. Fuchsia City staat bekend om de giftypes. En Jasmine, de leider van deze gym, is de zus van Koga. Wat overigens dus de tweede elite 4 is. Dus ze heeft in principe de gym overgenomen. Zoals jullie kunnen zien is Jasmine in heel veel plekken te zien. Dus moet je raden welke Jasmine is. En normaal gesproken is het Jasmine, of tenminste de gymleider, is die hierboven. Maar hier hebben ze het heel lullig gespeeld. Dus hebben ze haar eigenlijk gewoon in de hoek gestopt. Dat je zou verwachten, ja, eigenlijk gewoon heel veel trainers tegelijk, of heel veel trainers moet gaan aanvallen. Maar goed, wij hebben dus Jasmine gevonden en mogen tegen haar gaan vechten met een Crobat van level 36. Nou speel ik dus met mijn Weeping Well vooraan. Oh, dat vind ik niet zo'n heel geslaagd idee. Doe dat even niet, wil je? Doe een beetje pijn aan mijn oren. Oké, dankjewel. Goed, we laten hem slapen en hakken er eigenlijk maar een beetje op los. Dat is eigenlijk het enige wat we nu een beetje met Weeping Well kunnen gaan doen. Het is trouwens overigens de bedoeling dat ik hopelijk 2 gyms in 1 aflevering kan gaan doen. Afhankelijk hoe lang ik hier bezig ben natuurlijk, maar dat zien we dan wel. Oké, eens even kijken. Venomoth is een gif poison type. Dacht ik, ja. Dus ik denk dat we maar even een Typhlosion gaan gebruiken. Om het gif te doorbreken. Lijkt me zo'n verstandig idee eigenlijk. Oké, Typhlosion, Flame Wheel, wow, daar hit. Ik weet niet waarom ze daar hit zou gebruiken, want tenzij ze weet dat ze toch niet zou gaan winnen. Maar daar hit werkt alleen voor Venomoth, die hier natuurlijk al in 1 klap dood is. Goed gedaan, Typhlosion, en we gaan door naar Pokémon nummer 3. En dat is Weezing. Het enige voordeel op wat Weezing zou kunnen opleveren hier is dat hij dus hetzelfde start of zelfs Explosion doet. Dat is in principe hetzelfde, alleen dan een iets sterker vorm. In principe zou ik eigenlijk alleen hetzelfde start of Explosion doen als ik bijvoorbeeld bijna dood ben. Stel, ik zou een klein beetje HP over hebben, dan zou ik het doen, zodat je nog een klein beetje... Ja, je bent in principe toch al dood. Dus waarom zou je de rest van je leven niet opofferen om een gigantische hoeveelheid damage te gaan aanrichten? De Plosion die doet het wel lekker hier. Wauw. Oké, en Ariados. Persoonlijk vind ik het best wel een... Nou, het is geen goede Pokémon, maar... Het doet zijn werk in principe wel goed. Het is alleen jammer dat je die in Pokémon Goud kan vangen en niet in Zilver. Maar tot die... ik heb er niks aan. Ik gebruik geen bug types. Dus waarom zou ik in godsnaam nou... Goud gebruiken. Als spel. Goed, we hebben de Soul Badge binnen. En we krijgen Toxic erbij. Toxic gebruik ik eigenlijk ook niet. Zou ik kunnen gebruiken in plaats van Poison Powder. En kijk, hier hebben we dus alle trainers. Die hoef ik dus niet meer te doen. Dus ik kan nou gewoon doorlopen. Lekker rustig. Maar goed, zoals ik al zei, was ik van plan om 2 gyms te... die tegelijk. Wat dat kon, 2 gyms tegelijk. Nee, ik ga 2 gyms vandaag doen. Ik zie dat wij net 4 minuten bezig zijn, dus hebben we tijd genoeg om er nog 1 te doen. Dus dat gaan we dan nog zeker doen. We zijn dus vanaf Severn City gaan we hier naar links. Severn City is dus echt het hoofdplaats waar je zou kunnen spelen. We gaan eens even naar de gym. Naar Pokémon Center. Vind ik wel een goed idee. Dankjewel voor het healen van mijn Pokémon's. En ja, ik hoop jou ook ooit wel eens te zien. Oké, Celadon City staat normaal gesproken bekend om
Rainbow Dream. Oh ja, om de Game Corner. Ik weet niet, is hij open? Ja, hij is open. Nou goed, wij gaan denk ik niet aan de Game Corner meedoen. Zal ik even kijken welke Pokémon hier kan vangen? Exchange for Pokémon. Oh, you don't have a coin case. Nee, die heb ik ook niet. Ik weet geloof ik wel waar die coin... Wacht, kan je die coin case hier? Even kijken. Als dat hier niet is, heb ik wel een idee waar ik die kan vangen. Of kan vangen, kan krijgen. Volgens mij was dat hier ergens onderin. We gaan gewoon even alle winkels af. Ben jij het? Nee. Was jij het? Don't talk to me, you break my concentration. Ja, dat jij nou een eetwedstrijd doet? Je bent dik. That's the best food anywhere. Oké, ben jij het dan? Everyone, I'm full. Iemand heeft de coin case. You should look in Johto. Ah, oké, dus ik moest in Johto zijn ervoor. Fijn, dan weet ik dat nu ook pas. Nou, misschien kom ik daar nog wel ooit op terug. Het is in principe de bedoeling dat je een coin case pakt. Coin case gebruikt. En met die coin case kan je dus verschillende items en Pokémon vangen. Of krijgen daar. Oké, wat wij hier gaan doen. Is wij gaan even wisselen naar Pidgeot. Aangezien die ook nog geleveld moet worden. En Gyarados hier eigenlijk geen voordeel uit heeft. En hier moeten wij dus de trainers doen. Nou, prima. Dan doen wij dat. Erika vond ik persoonlijk altijd... even kijken, Erika. Vond ik altijd wel een van... Nou, niet de makkelijkste. Maar vond ik in principe vrij makkelijk. Omdat je... zeg maar in bijvoorbeeld Pokémon Rood. Hè, Pokémon Rood, Blauw en Geel. Daar heb je al een redelijk... ja, een team. Dan heb je bijvoorbeeld al vliegtypes. En... vuurtypes, als je bijvoorbeeld daar een Eevee had. Een Eevee kon je daar krijgen en stenen kon je kopen. Dat is geloof ik in dit spel anders. Dus ja, dan was in principe was Erika daarin heel makkelijk. Je had dan altijd wel een vuur-Pokémon bij je. En... ja, Erika maakte dat eigenlijk nooit echt een uitdaging. Dus ik ben blij uiteindelijk dat we het op deze manier kunnen doen. Dat wij toch uiteindelijk zo ver kwamen dat we nu toch tegen Erika moeten met een iets hoger team. Ik vind trouwens sowieso al een toevoeging dat je eerst in generatie 2 begint. En dat je dan terug kan naar 1. Dat hadden ze in veel meer spellen moeten doen, vind ik. Want nou is het eigenlijk alleen maar dat je maar naar 1 regio kan en in 1 regio blijft. En dat je niet stiekem terug kan naar een ander spel. Als ik bijvoorbeeld nu, als ik nu achteraf bijvoorbeeld bij Nintendo zou werken, dan zou ik zoiets hebben van bij beginnen ergens, dus bijvoorbeeld bij generatie 1, dat je ook echt bij generatie 1 Pokémon begint. Dat je dan door kan stromen naar Johto, dus dat je dan in dit spel inkomt. En eigenlijk een beetje de anime, hè, de serie, dat je dat gewoon echt doorloopt. Dat je ook echt met je starter begint, dat je wel nieuwe Pokémon's krijgt, maar dat je wel hetzelfde spel kan houden. En mocht het nodig zijn, dat je altijd nog een Pokémon terug kan halen in het nieuwe spel. Nou ben je eigenlijk... En dat je dan wel misschien eventueel zou betalen voor het DLC of zo om verder te kunnen spelen. Zo had ik het gezien. Maar goed, ik werk niet bij Nintendo, dus dat maakt het toch wel probleem toch wel een stuk moeilijker. Misschien dat het ooit trouwens wel komt. Ik bedoel, ze maken wel altijd zeg maar remakes en sequels en ik had trouwens gisteravond had ik een klein stukje gekeken van de Nintendo Direct. En want dit neem ik namelijk op Valentijnsdag. Ja, dan hadden ze het over die Pokémon Trozy. Zeg maar dat puzzelspel.
Ik vraag me af, waarom hebben ze dat soort spellen gemaakt? Verkocht dat zo goed? Waarom hebben ze bijvoorbeeld geen remake gemaakt van Generatie 3? Of waarom hebben ze geen remake gemaakt of iets van... bijvoorbeeld van Pokémon Colosseum of Pokémon Stadium. Pokémon Gale of Darkness, dat soort spellen. Nee, dan pakken ze Trozee erbij. Nou ja, hoe spreek je dat trouwens uit? Nou goed, jullie weten denk ik wel welke ik bedoel. Vind ik jammer. Ik vind het echt jammer. Ik had het liever anders gezien. Maar goed. Leader Erika met de Tangela. Die heeft natuurlijk alleen maar gras. Ja, gras. Het heeft ook wel een beetje poison type. Eigenlijk zitten Erika en Koga of Jasmine zitten een beetje aan elkaar gelinkt. Ze hebben enigszins wel een beetje hetzelfde strategie. Giga Drain. Heerlijke aanval. Giga Drain vind ik echt een heerlijke aanval. Als het goed is, krijg je die hier nou ook. Dus die zou ik dus eventueel aan mijn Weepinbell kunnen geven. In plaats van Fire Whip. Een Blossom. 46. Holy shit. Kijk. En Sunny Day. Persoonlijk een van de meest waardeloze aanval die er zijn in dit spel. Het heeft alleen voordeel als je bijvoorbeeld vuur Pokémon hebt of een Pokémon met Solar Beam. Solar Beam houdt dan in dat je normaal is het één beurt aanvallen. En dan even één beurt opladen en twee beurt aanvallen. En met Sunny Day kan je eigenlijk rechtstreeks aanvallen. Maar goed, dan ben je weer afhankelijk van het weer. En van de aanvallen die je op dat moment bij hebt. En dat vind ik jammer. Ik vind niet dat je afhankelijk moet zijn van één en hetzelfde aanval. Of van één bepaalde move. Kijk, het zou nu bijvoorbeeld goed kunnen zijn als Jumpluff Solar Beam heeft. Want dan zou zijn idee er iets aan hebben. Maar goed, tot die tijd had Jumpluff dus weinig zin. En zou Victory wel de enige nu kunnen zijn die het gebruikt? Want zijn idee, ja, werkt natuurlijk nog steeds, maar... Zou het werken? Zou Victory Bell ooit nog aan een Solar Beam kunnen werken? Nee. Die zou nog eens dus kunnen poisonen. Wat het niet doet. Wauw. Wauw. Pidgeot heeft dus gewoon zojuist de hele gym gesoloed. Nou, dat zou natuurlijk, maakt in principe niet zo heel veel uit, want Pidgeot was natuurlijk ook al redelijk sterk. Ruim 10 levels hoger en ja, gewoon in het voordeel. Daarom ben ik blij dat ik gewoon verschillende types één Pokémon heb, zo'n beetje. Maar goed, TM19 is dus Giga Drain, zoals ik al zei. Dus die kunnen wij in principe aan onze Weepinbell geven. Dan zou ik kunnen kiezen om Giga Drain en Toxic aan Weepinbell te geven, zodat hij dus sterkere aanvallen krijgt. Daar twijfel ik nog over, dus ik weet niet of ik dat ga doen. Wat ik wel ga doen is deze video beëindigen. Dus bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef het een duimpje. Willen jullie meer zien? Ja, abonneer hierboven. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende aflevering van Pokémon Silver terug. Op weg naar de volgende gym. Dus ik bedankt voor het kijken en ik zie jullie dan.